Podcast. Ik ben nu nog bij mijn oude huis. Really miss it here. Zelfs Angelique heeft zelfs een schommel. Wow, yo. Nou, April's moeder die heeft me net gebeld. En die zei dat er sneeuwstorm op komst komt. Dus ik moet haar nu wel even naar huis brengen. Huh? Oh ja. Zo, daar gaan we, hè? Helemaal voorbereid. Jongens, ik heb niet eens een winterjas aan. The fuck? Oh ja, gooi maar achterin, hoor. Ik heb nooit in de winter een winterjas aan. En ik heb ook nog steeds gewoon pantoffels aan de kant, toch niet? Doe maar gewoon hier. Nou, goedemorgen guys. Ik ben net wakker en het heeft gesneeuwd. En het is kapot koud en ik ben net wakker. Maar ik ga nu Brownie uitlaten. En daar is die al. Oh, het sneeuwt ben ik echt en kou buiten ben ik gelijk verkouden geworden. Maar we gaan vandaag naar Amsterdam om TikToks te maken. Met een andere TikToker. Dus ja, ik ga nu Brownie uitlaten en dan klaarmaken en dan gaan we naar Amsterdam. Nou, ik heb me klaargemaakt. Dit is de outfit of the day. Jas is van Fashion Nova. Gewoon een witte shirt en deze broek met de ribbeltjes ook van Fashion Nova. Die foto zag er echt veel beter uit, maar nu lijkt het echt op zo'n zwarte pietenbroek. En schoenen van Dior. Christian Dior. Hele goede morgen guys. Ik ben helemaal vergeten te vertellen. Dus ja, ik had jullie verteld dat Christian dus een video zou maken met de TikToker. En ze is gewoon in het water gesprongen en de pruik vloog me van de hoofd. Ik ga jullie nu die video laten zien. Nee joh! Ik heb net een bananensmoothie gemaakt. Twee bananen en kokosmelk zit erin. Ik ga proberen brood te skippen en zo. En gewoon elke dag gewoon een shake te drinken. Het gaat nu wel goed. En ik drink alleen maar water. Heel veel mensen vroegen ook van jou wat gebruik voor je gezicht. Maar ik heb deze laatste paar dagen eigenlijk helemaal geen crèmetjes en weet ik veel wat gebruikt. Ik heb alleen de steamer gebruikt van Poor Le Poor. Hello guys, ik weet nou even niet of dit een nieuwe video is of niet. Maar ja, goedemorgen guys. We zijn nu onderweg naar Hilversum. Ik heb opnames voor spuiten en slikken. Heb je wel eens ooit gespoten en geslikt? Wel ooit gespoten, maar nooit geslikt. Je hebt niks geslikt? Ja, maar drinken, ja, maar colaatje. Ja, dus we gaan nu onderweg. FedEx. Oeh, heb je iets besteld bij FedEx? Oh ja. Denzel Stark. Oh ja, inderdaad. Dat is wel beter. Nou, ja, Daf gaat even met jullie praten terwijl ik aan het rijden ben. Nee, dan gaat het vallen dan. Nou jongens, we zijn onderweg. Gaat het vallen? Ga niet vallen, je moet gewoon rustig rijden. We zijn onderweg, ik zoek even de locatie. Oh! Ja, toch voor ons onderweg. Wacht hoor, Wim. Wat een naam ook, hè, Wim. Wim, wacht even voor jongens, we zijn er bijna. Wim. T. Kill, what the fuck. Kijk het daar. Schipperplein, toch? Ja, hier. En dan nummer 3. Nummer 3. Hoppa, kijk het. Het duurt tot 15 minuten. 12 kilometer. Moet je geen broodje? Ja, eigenlijk wel, maar we komen 9 minuten te laat. Moet je daar geen eten dan? Ja, ik denk het wel. Ik hoop het. Nou, je hebt opnames van spuiten en slikken. Slikken. Dus je kan best wel pittige vragen verwachten. Ja, ik heb de vragen wel doorgestuurd gekregen. Maar... Oké. Dus je weet wat je te wachten staat. Ja. En Brownie gaat ook mee. Heb je wel eens gespoten en geslikt, joh? Nee. Volgens mij heeft hij nog nooit gespoten. Hey, Brownie. Brownie, baby. Brownie is echt zo schattig. We gaan hem op mijn schouders zitten. Nou, daar komt hij hoor. Brownie is net als een papegaai, jongens.
Dat vindt hij hartstikke leuk. Kijk. Nee, dat vindt hij echt helemaal geweldig om te kijken naar de weg. Dan kan hij zien hoe mama aan het rijden is. Dat vindt hij helemaal geweldig. Toch, Brownje? Je kijkt soms echt alsof er een alsof er een skelet voor je staat, jongen. Dan zit hij helemaal zo. Hij kan ook geen trucjes, hè? Nee, hij luistert. Hij kan gewoon niks. Hij kan alleen zitten en heel zielig doen. En in de tas springen. Ja, dat is wel goed. Ja. Ja. Maar we moeten wel echt meer gaan leren. Nou, we zitten er al, jongens. En mijn groenteboer. We hadden het net nog over jouw pita met zalm. We hebben even teruggekeken. Vonden we. Hij zegt pita. Ik vind het echt zo stom. Hij zegt pita. Ja. Wat is dat? Pita. Ik weet niet. Dan, wie heeft je verteld dat pita pita is? Ja, daar of hier? Ik heb het zo geleerd. Ja. Oh, pita. Ritveld of Rit? Ritveld. Ritveld. Ja. Vond ik een Ritveld. Ja. Romano Ritveld. Right. Kijk, Romano Ritveld. Met een D of een T? T. Nee. Met een teken. Achteruit, dus niet te veel voorover wil leunen, dan... Ja, maar dit is dus brownie. Ja. Oké, is goed om te weten. Ik moet mijn gasten zijn vandaag. Oké, even kijken hoor. Nou, de opnames zitten erop. Het is de eerste aflevering wat online komt, waar ik echt gewoon openlijk over seks en dingen praat. Bel je binnen 10 minuten op. Weet je wat ook echt grappig is? Dat ik gewoon over squirten en weet ik veel wat praat waar jij gewoon achter de schermen zit. Ik moet gewoon uitleggen over hoe ik voor het eerst heb gesquirt bij jou. En dan zit je gewoon achter de camera. Mij maakt het niet uit hoor. Maar nee, het zijn alleen maar goede verhalen, gelukkig hè. Zo, slechte kan je niet hebben hoor. Ja. Dus ik weet dat ik het goed doe. En ja, elke jongen heeft dat hij soms in een 10 minuten klaar is, dus zo. Nou, gaan we even onze allereerste keer vertellen. Oh, wacht even. Ik moet naar La Place. Dat is belangrijker. Nou, ik ga jullie een korte storytime geven. Ja. Hier, 1,2 kilo. Ik ga jullie uitleggen hoe onze eerste keer seks was. Nou, we waren met twee andere vrienden. We waren in een hotel. En ja, het was gewoon super awkward. En Daphne kreeg gewoon geen... Geen stijve piemeltje. Nee, omdat Nossa, a.k.a. Davinho, die had er gewoon geen zin in. Die had er geen zin in? Op dat moment, ik voelde me geforceerd. En als ik me geforceerd voel, dan vond ik het dwong me tot seks. Helemaal niet. En ik had er helemaal geen behoefte aan op dat moment. We waren in een hotel in een bed, Davinho. Ja, maar we waren met z'n vieren in een tweepersoonskamer. Nee, maar hun waren weggegaan en toen hadden ze ook stiekem opgenomen. Maar dat maakt gewoon alles gewoon super awkward. Maar het was gewoon echt, dat was wel... Ja, maar dat was onze eerste keer. Maar ik vond het niet erg ofzo, het boeide me eigenlijk ook echt niet. Omdat ik gewoon echt zo zeker ben. Zat je allemaal slappe lolo te zuigen. En ik zeg gewoon, wat doe je? Het gaat niet, je ziet het toch? Nee, ik ga niet stoer praten. Je bleef maar door. Maar... Daarna was het wel goed gekomen hoor. Hé, hey, we zijn in Timma's buurt hè. Nou, dikke shout-out naar Timma. Timmacho. Timmati. So. Timmati. Handsome, random. We zijn nu in Hilversum, ga even eten bij La Place. We zijn bij de kikker. Welke kikker? Dat is een coffeeshop. Oh. Ah. Ja. Oh, we zijn niet in Hilversum. We zijn wel in Hilversum. We zijn wel in Hilversum. Lijkt op Duinruil voor spacers. Ja, mijn camera viel opeens uit. Wat ik wou zeggen is, ik ga nu naar Medina. En dan gaan we naar mama Kelly. Ze hebben echt een super coole drive-in met burritos. Dat zag ik op TikTok toevallig. Dus dan gaan we even kijken en eten. Ik heb ook echt veel honger, man. Ik ben nu aan het wachten tot Dolf Klaas met boodschappen doen. Dan kan ik doorgaan naar Amsterdam. Oké, nou, we waren dus helemaal voorbereid dat we naar mama... Oh ja, ik ben trouwens met Medina. Hi. We waren helemaal voorbereid dat we dus naar mama Kelly's drive-in gingen, maar het was dus gewoon helemaal weg al. Dus we zijn nu bij World of Food en we gaan nu naar Queen. Is het nou Queen D's? Ja, nee. Queen D, toch? Crab Queen, volgens mij. Heb je een naam daar? Nee, het heet Queen D. Je hebt daar zo'n muur, daar heeft iedereen zijn naam. Echt? Ja. Gaan we dat doen? Oké, we zijn nu met Spider-Man rugzak en met Chase. Kijken. Mag ik ook? Ja, wil je zien?
Ik wil ook vergaan. Ik ook. Ik ook. Kijk, je moet de sofa houden, zo. Hou ook. Ik ook. Nee. Hé, hey, niet trekken, gaat die kapot. Oké, geef me weer terug. Oké, wat willen jullie zeggen? Drukken. Ik kan wel drukken. Wanneer ga je die weg? Nou, we hebben hier eten gehad. Heet dat normaal? Hello guys, het is vandaag zondag. Momentje. En ik ben nu onderweg naar Medina. We gaan even chillen. Ik zie er vandaag echt netjes uit, hè. En ik ga jullie ook mijn nieuwe packaging van Sunglaze laten zien. Ik moet even deze bocht nemen hoor, want anders gaat het niet goed op de weg. Ik ga het nu even erbij pakken. Dus nieuw, dit is de nieuwe verpakking voor Sunglaze. Ik ben echt zo trots op. En het heeft holographic letters. Hier staan de unique selling points. Hier staan de ingrediënten op. En hier dat het cruelty free en vegan is. Ja, ik ben echt super proud. Hoe het eruit ziet. Ik ben zo blij. Ja man, ik ben echt trots op mezelf. Ik heb nu ook... zeg maar echt kapot veel ingekocht. Elke keer kocht ik een kleine schaal in en elke keer was het uitverkocht. En ik irriteer me er zelf aan, weet je. Dus ik dacht van, weet je wat, gewoon, ik ga gewoon al het geld investeren en gewoon een hele grote inkoop doen. En ja, hoe het nu gaat is echt, gaat steeds beter, man. Ik ben echt blij. Madina gaat voor ons koken, dus als ik niet meer film naar dit betekent dat ik dood ben. Wat ga je voor ons koken? Ik ga een overheerlijke pasta maken. En deze pasta is gewoon de la crème de la crème. Oké, maar je hebt wel voorgemaakte saus. Nee, nee! Dat moet je niet bij zeggen, jongen. Nee, het is echt kapot lekker. Het is gevulde pasta. Ik heb helemaal zelf gemaakt, die pasta. En die saus ook, die nog steeds weg wordt. Maar het wordt kapot lekker. Zo meteen het eindresultaat. Ja, we gaan het zo zien. Oké, jongens, dit is de pasta geworden. We gaan het proeven. Let's get it. Zo nog kaars. Is wel echt goed hoor. Ja? Mm-hmm. Ik doe ook altijd kaarsjes aansteken voor die vibe. Voor de vibe, hè? Ja. Nom, nom, nom. Nou jongens, ik zit op de bank. Make-uploos, pruikeloos. Maar ik wil even zeggen, ja, dit is het einde van de vlog, maar er zijn heel veel video's weggegaan van mijn camera. Mijn camera tript een beetje. En ik had echt heel veel dingen gefilmd, maar het is opeens weg. Dus daarom zijn die overgangen van die video's echt kapot gelegd. So I'm sorry for that. En ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En als jullie deze video kijken, zondag ben ik jarig, 31 januari... En ja, ik ga sowieso een hair plus make-up tutorial dan online zetten. Want die dag ga ik er zo fucking sexy uitzien. Oh my god. Jullie gaan het echt vanzelf zien. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie donderdag weer bij een nieuwe video. Iemand zei dus, vond ik je verkoop lip los, maar je lip is altijd droog. Toen dacht ik echt... Ja, je bent gelijk. What the fuck? Mijn lippen zijn altijd droog in die video. Ik film mezelf ook zo dichtbij altijd. Oké, de video als je... Oh, ik zie er ook echt zo breed uit. Kan iemand voor mijn verjaardag zo'n standaard halen? Dat ik zeg maar zo die vlogcamera zo kan houden. Want dat heb ik echt nodig, man. Nou, ik zie jullie bij de volgende video. Doei.